Auw. Ja. Nummer 1. En zoals jullie zien, het is mooi weg. We gaan volgens mij niet helemaal daar van de rechter. In ieder geval, we gaan die berg ergens op. En ik denk zelf dat we helemaal dat gebouwtje daar boven heen fietsen. En we komen ook deze berg weer af. Dus het zal vast wel zeker een mooie dag worden. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Fingers crossed. Ondertussen weer op het balkon en jullie zien het, het is super mooi weer geworden, kijk eens. Nou, de eerste klim was super zwaar. Ik was iets te enthousiast gestart, zoals misschien wel gewoonlijk. Weet je, ik wil dan gewoon meteen met de eerste dames meegaan en dan kom je er halverwege achter, oei, het is iets te hard. Gelukkig ging het wel lekker en in de afdaling ging het eigenlijk helemaal goed. Ik merkte echt gewoon dat ik super lekker de afdaling in reed. De meeste reden met een hardtail, maar ik reed met mijn foodie hier. En dan zie je gewoon dat je echt een groot voordeel bent. En vooral met enduro stukken. Ja, de tweede klim, die liep zoveel beter. Oh, het was gewoon, ja, gewoon mijn eigen ritme gereden. Niet geforceerd. En het laatste was wel een pittig loopstuk. Maar ja, ik ben blij dat ik hier gewonnen heb. En wie weet, ja, nu moet ik komende dagen nog een trui verdedigen. Dus, nou... Jongens, dit is mijn uitzicht tijdens de massage. Au. Dat voel ik wel, hoor. Pijn is fijn en vooral met het uitzicht, toch? Top 3. Zanne van Basten, Angelica van Kruijker, onze Cornelia Hoek. Vandaag staat alweer de laatste etappe op het programma. Nu is eventueel alles inpakken en zorgen dat we alles meenemen, want het is toch best wel een hele show. Ja, en oei, mijn beentjes doen ook wel een beetje zeer. Gisteren flink afgezien tijdens de klimmetjes. Nou, het zit erop. Het was een pittig dagje vandaag. Nu is het super mooi weer, maar straks regent het als de ketter. Koud gehad, last van mijn longen. Dus helaas vandaag niet kunnen winnen, maar wel happy met mijn tweede plek. En uiteindelijk het overal klassement toch gewoon gewonnen, dus dat is mooi. Afgezien, nu gaan we dus naar de prijsuitreiking. Jongens, ik ben dood. En dan krijgen we de lekkers. Keizersmaal. Dus dan word ik weer levend. Oh, ik heb het ijskoud gehad.